Ja, dan zijn we weer terug. En we gaan maar gelijk even voorbeschouwen. Hè? Ja, we gaan de wedstrijd van aanstaande zaterdag 20:15 in het Radverlegstadion te volgen op Breda Nu. Ja, sowieso. 107.3. 107.3. BredaNu.nl zijn we ook live met de stream te volgen. De wedstrijd tussen NAC en Vitesse. Met een in vorm zijnd Vitesse. Winnen in één keer van Ajax en uit bij Cambuur vrij makkelijk. Maar die lijken ook allemaal één keer één wedstrijd per jaar goed te kunnen spelen, of twee. Alleen maar tegen Ajax. Ja. Ja, dus, nou, laten we hopen dat dat zo is. Ik vind het wel een goed voetballende ploeg overigens. Ja, 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 ja. Die hebben wel laten zien dat ze kunnen voetballen. Maar ik had er nog een. Die moeten het niet van de strijd hebben, of wel? Nee, dat vinden ze volgens mij niet zo leuk. Die houden niet zo van ploegen die strijden. Nee, die, dat vindt Petertje ook niet leuk. Nee, dat is niet echt. Petertje heeft mijn NAC destijds ook laten zien. Nou, nee. Die waren we ook blij dat hij op een gegeven moment. Petertje was niet echt een NAC-speler. Nee, inderdaad. Nee. Dus misschien liggen daar wel wat kansen. Ja. Met NAC eventjes een potje strijd op het veld wil neerleggen. Potje strijd, potje Noat. Ze weten inmiddels wat het is, dus ja, wie weet. Ja. Nou ja, laten we hopen dat inderdaad met name de thuisbestrijden en ook de manier waarop het publiek er op de jongens reageert, ze toch wel wat moed geeft en wat minder faalangst geeft. Ja, het is vooral te hopen dat Maaskant aanvallend iets meer kan brengen. Ja, ja, nee, maar Vitesse is natuurlijk wel een ploeg met een paar hele gevaarlijke jongens daarvoor in. Ja. Dus onbesuist aanvallen, dat gaat hij ook niet doen. Maar nee, dat weet hij ook wel. Je loopt natuurlijk echt zo in de val dan. Ja. Dus, Ik denk dat hij inderdaad gewoon weer ontzettend met die muur van jou begint. Dat hij die gaat opmetselen. De ouderwetse Bredaanse muur. Ja, en dan maar hopen op een beetje paar goede combinaties. En dat hij Fernandes laat zien waarvoor die is gekomen. Ik hoop het. Die moet ook wel eens wat laten zien. Dan trouwens meer spelers dan middenvelders. Zullen we een rondje prognose doen, Leon? Ja. Dat is altijd wel heel erg leuk. Ik zeg brand maar los, Marcel. Oh, je legt de bal bij mij neer? Ja, ik leg hem bij jou neer. Ja, dan ga ik toch voor een zuinige, maar welverdiende 1-0 overwinning. Zo. En dan denk ik toch wel dat Fernandes hem wel een keer gaat maken. Die schiet hem wel een keer binnen. Ja. Ik sluit me aan wat betreft de doelpuntenmaker. Dat is op niks anders dan enige hoop gebaseerd. Ja. Maar, de wens is de vader van de gedachte. Ja, precies. Maar ik vrees dat Vitesse er ook wel één maakt. Dus ik denk een 1-1. Oh, 1-1? Leon? Dan mag ik geen 1-1 meer zeggen. Nee, dat klopt. Sorry. Jij wilde niet als eerste. Nou, ik heb in ieder geval in jouw enquête heb ik in ieder geval een gelijkspel neergezet. Ik dacht ook een 1-1, maar nou, 0-0. Ik denk dat NAC wel weer de deur dicht weet te houden. En NAC weet natuurlijk weer niet scoren. En niemand vindt het leuk. Inderdaad, is van niemand leuk. Dus ik denk dat er wel wat mogelijkheden liggen. Dus 0-0 zeg ik. Nou, we zijn allemaal benieuwd. Morgenavond, zaterdagavond is het live te volgen op Breda Nu, 107.3 FM en via internet. Ja. Dit was NAC Praat en volgende week zijn we er gewoon weer. Alsjeblieft, dankjewel. Doei.